Beste Leidenaren, mede stadsbewoners, lieve stadsgenoten. Welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiden 2021. Het zal een heel bijzonder evenement worden. Eentje om nooit te vergeten en ook met niets anders te vergelijken. Want ja, wat zal het anders zijn? Ik heb nog even die nieuwjaarsreceptie van vorig jaar teruggekeken op leidseglibber.nl. Mensen, wat was dat een feest voor als je er niet bij was. Ik zou zeker die foto's nog een keer bekijken. Een dampend feest in die Pieterskerk. Op de klanken van de studenten jazzband Staten-Generaal was iedereen aan dansen. Hutje mutje tegen elkaar aan. Mensen hingen over elkaar heen. Dronken uit elkaar. Bierglas, proesten in elkaars wijnglas. Ja, dat kon toen nog allemaal. Dromme mensen die waren verzameld rond staattafels met de heerlijkste lekkernijen en die grabbelden en die graaien naar die kaas en die worst en die haringen. Ja, toen kon dat nog allemaal. En wat er achter het fietshok is gebeurd, nou, daarover doet de Leidse Glibber geen verslag, maar het was me een feest. En dit jaar zal het anders zijn. Want ja, daar zitten we nu weer voor onze opengeslagen laptop, zoals we al zo vaak doen. Heel veel Leidenaren die werken al maandenlang thuis, wat zeg ik, zowat een jaar, die hebben daar een ongelooflijk punthoofd van gekregen. Die zitten maar te zoomen en teams en elkaar te roepen van je scherm staat niet aan en ik kan je niet horen en je moet unmuten en ouwe boomer leert toch eens omgaan met een computer. Wat een gedoe is dat toch allemaal, hè? Ja. En nu zit u daar weer voor uw laptop. Maar ik kan u zeggen, het wordt een feest. We gaan er iets geweldigs van maken. Niet alleen van dit jaar, maar ook van deze avond. Want natuurlijk hebben wij burgemeester Henri Leenvering klaarstaan met zijn nieuwjaarsspeech. En natuurlijk hebben wij gemeentesecretaris Pim van Vliet. Die gaat vertellen hoe zij die Leidenaren en die Leidse ambtenaren door dat jaar heeft gesleurd. En natuurlijk hebben wij Barry Badpak. En natuurlijk hebben wij Armin van Buren voor u klaarstaan. Want het moet wel een feestje worden. En natuurlijk ook topmensen van zorginstelling Topaz en farmaceutisch bedrijf Janssen Vaccins om te horen waar nou dat Leidse vaccin blijft. Nou, het wordt een geweldige avond. Ik ga u straks vertellen over verschillende kamers waar u in kunt rondlopen. Dat is een beetje een technisch verhaal, doe ik zo direct. Maar eerst tijd voor burgemeester Henri Leenvering. Burgemeester Leenvering, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben zelf gewoon om tegen de burgemeester u te zeggen. Maar wij komen elkaar zo wat wekelijks tegen bij de supermarkt. Dan hoeft het niet meer. Dus we mogen ook tutoyeren. Zo doen we dat. Dat is vanavond, dat doen we. Ja, het is natuurlijk gedenkwaardig een online nieuwjaarsreceptie, hè? Ja, alles is anders dit jaar en het afgelopen jaar. En dat zal ook nog wel even zo blijven, denk ik. Maar laten we toch de hoop uitspreken dat dit een eenmalige online nieuwjaarsreceptie is. Ja, want wanneer het te vaak wordt, dan is het ook niet meer gedenkwaardig. Is niet leuk. We moeten het bijeenhouden. We spreken elkaar straks uitgebreider, maar eerst tijd voor uw nieuwjaarsreceptie. Dames en heren, de nieuwjaarsreceptie van burgemeester Henri Leenvering, gevolgd door de Leidse studenten jazzband Staten-Generaal met het Leids volkslied. Burgers van Leiden, waarde bezoekers. Wat had ik u vandaag graag in levende lijven een gelukkig nieuwjaar gewenst in onze eigen Pieterskerk. Maar ik hoef u niet uit te leggen waarom ik u dit jaar niet werkelijk de hand kan schudden. Dankzij de zegeningen van de moderne techniek kan ik u vandaag echter in uw eigen huiskamer een gezond en goed 2021 toewensen. Het liefst beter dan 2020. Ik richt me even speciaal tot de inwoners van Leiden die op nummer 21, 121, 221, etc. wonen. Normaal gesproken zou u zijn uitgenodigd voor ons traditionele nieuwjaarsconcert. Sommigen van u hebben me laten weten er al jaren naar te hebben uitgekeken. Maar helaas, het gaat niet door. Omdat het niet fair zou zijn u nog 100 jaar te laten wachten, wordt u als alles goed gaat alsnog uitgenodigd voor het concert van 22. Als klein goedmakertje hebben we bij u een Leidse vlag laten bezorgen. In 2021 zullen er vast wel weer feestelijke momenten zijn waarop de vlag uit kan. Met enige spanning hebben we de jaarwisseling in ons land en dus ook in Leiden tegemoet gezien. Hoe zou het algemeen vuurwerkverbod uitpakken?
zouden onverlaten dit moment aangrijpen om frustraties over dit verbod en de coronamaatregelen de vrije loop te laten en de boel op stelte te zetten? Wij hadden ons daarom goed voorbereid. En ik ben blij dat ik kan constateren dat de Leidenaren zich over het algemeen goed hebben gedragen. En daar ben ik trots op. Het aantal incidenten waarbij de politie en brandweer moesten uitrukken was lager dan ooit. Er was, anders dan elders, geen geweld tegen hulpverleners. En de openbare orde was geen moment in het geding. En het allerbelangrijkste, er hoefden geen vuurwerkslachtoffers naar de eerste hulp gebracht te worden, zoals ook de bedoeling was van het landelijke vuurwerkverbod. We hebben echter wel allemaal gezien dat er toch vrij veel vuurwerk werd afgestoken en dat sommige explosies zo hard waren dat die ongetwijfeld afkomstig waren van vuurwerk dat ook in normale tijden verboden was. Dat illustreert dat het niet eenvoudig is om Nederland en dus ook Leiden vuurwerkvrij te maken. We gaan echter, hopelijk met uw aller hulp, onverdroten voort met het stap voor stap in die richting te werken. Ook als er geen landelijk vuurwerkverbod meer is. Terugkijkend op 2020 kunnen we alleen maar zeggen dat het een jaar was waarin corona alles domineerde. Het nieuws en ons dagelijks leven. Er zijn mensen overleden. Er zijn mensen zwaar en lang ziek geweest. De zorg werd zwaar belast. Reguliere medische zorg kon maar gedeeltelijk doorgaan. Ik heb grote bewondering voor de enorme inspanningen die zijn verricht en nog steeds worden verricht door alle mensen in de zorg. Soms onder moeilijke omstandigheden met vooral in het begin te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar desondanks zijn door corona veel meer mensen overleden dan dat in andere jaren het geval was. We moeten ons echter realiseren dat het zonder maatregelen allemaal nog veel erger zou zijn geweest. Die maatregelen hebben sommige sectoren wel heel zwaar getroffen. De culturele sector, de horeca, de sportsector, de evenementenbranche en inmiddels ook grote delen van de detailhandel. Hoewel de regering ruime compensatiepakketten beschikbaar heeft gesteld, zien ondernemers hun bedrijf, hun levenswerk in de gevarenzone komen. Zien medewerkers dat hun baan op het spel staat. De onzekerheid neemt toe. Er waren natuurlijk ook sectoren die gewoon door konden draaien of waarvoor 2020 zelfs uitzonderlijk goed was, zoals de levensmiddelensector. Maar de economie als geheel is in ongekende omvang gekrompen en dat heeft voor veel mensen grote persoonlijke gevolgen. Het beeld in Leiden wijkt qua besmettingen enigszins af van het landelijk beeld. Tijdens de eerste golf waren er in Leiden en directe omgeving relatief weinig positieve testen. Pas na de vakantie gingen de cijfers fors omhoog. Toen grote uitbraken ontstonden in de studentenwereld, waar het virus, klaarblijkelijk meegenomen van vakantie, in korte tijd om zich heen greep. Die besmettingen vonden vooral plaats tijdens informele ontmoetingen, zoals in de thuissituatie, en niet tijdens georganiseerde activiteiten van studentenverenigingen. Ik was blij en onder de indruk van de enorme activiteit die vanuit studentenorganisaties is ontplooid om de uitbraken uiteindelijk onder controle te krijgen. Inmiddels lijkt dat alweer enige tijd het geval en behoort Leiden weer tot de steden met relatief weinig besmettingen. Corona heeft overigens ook veel goeds in mensen naar boven gebracht. We zagen dat solidariteit in Nederland en zeker ook in Leiden geen los begrip is. Het aantal mooie initiatieven was eindeloos. Het personeel van het LUMC en het Alreine kregen massaal bloemen aangeboden. Boeken ploften op de deurmat bij geïsoleerde Leidenaren dankzij de binnenblijversbiep. Vrijwilligersorganisatie IDO begon met Beursplein MBO 71, waar bedrijven werden gekoppeld aan maatschappelijke organisaties om hulpvragen en hulpaanbod rondom de coronacrisis te tackelen. Overal hielpen en helpen mensen elkaar. In slagerij organiseerde samen met anderen een Facebook-actie om voedselpakketten weg te geven aan minder bedeelde stadgenoten. Zorghelden kregen van de basketballers van ZZ Leiden een auto ter beschikking. Stichting Leergeld betaalde 300 laptops, zodat 500 kinderen uit arme gezinnen toch digitaal onderwijs konden volgen. Artiesten speelden en maakten buiten muziek bij verpleeg- en verzorgingstehuizen.
Evenementen en andere activiteiten konden niet doorgaan op de manier zoals gepland. Maar er werd van alles bedacht om toch dingen mogelijk te maken. De gemeenteraad vergaderde grotendeels digitaal. Op alle niveaus werd er hard gewerkt om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. De dodenherdenking op 4 mei, waarbij niemand op straat was, maakte misschien nog wel meer indruk dan normaal. Het pelgrimsjaar werd met 150 online kijkers bij de opening zelfs een doorslaand succes. En ook de digitale 3 oktoberviering kreeg heel veel bekijks. Het is ook mooi dat juist in het jaar dat de klassieke viering van Leidens Ontzet niet doorging, de Lammenschans, symbool van het Spaans beleg, door archeologen werd teruggevonden bij de Europaweg. Maar onze Leidse samenleving had niet alleen met corona te maken. Er gebeurde nog veel meer en dat bracht ook mooi nieuws voort. We hebben de werkzaamheden voor de herinrichting van de Hooigracht zien vorderen. We zagen de oplevering van de grootste ondergrondse fietsenstalling in Leiden, bij het station. De opening van de parkeergarage onder de Garenmarkt. De herinrichting van het plein erboven. En de oplevering van de singelparkbruggen. Waardoor vele Leidenaren tijdens de lockdown de kans konden grijpen een rondje singelpark te doen. Hoewel het nog wel even duurt, we zitten immers nog midden in een lockdown, hopen we dat 2021 het jaar wordt waarin we de weg terug naar normaal vinden. Vaccineren is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ik roep iedereen dan ook voluit mee te werken aan het vaccinatieprogramma. Is het niet voor uzelf, dan is het wel voor een ander. Ik zelf twijfel niet en ga graag voor de bevrijdende prik. Het zal zeker nog wel tot na de zomer duren voordat iedereen gevaccineerd is, maar de vaccinatie moet wel al sneller kunnen leiden tot lagere besmettingscijfers. Het Leiden Bioscience Park heeft overigens een hoofdrol gespeeld in de ontwikkeling en productie van sommige vaccins, zoals het Oxford-vaccin, dat hier deels geproduceerd wordt, en het naar verwachting over enkele weken beschikbaar komende vaccin van Janssen Vaccines, dat hier zowel ontwikkeld is als gemaakt wordt. Het toont ons dat het Leiden Bioscience Park niet alleen economisch van grote betekenis is voor onze stad, onze regio, ons land, maar ook maatschappelijk. En dan is het straks zaak om de balans op te maken, schade te herstellen en weer met elkaar voort te gaan. De economische schade is groot. Wat de maatschappelijke schade zal zijn, kunnen we minder overzien. Maar die is er ook. Kinderen die schoolachterstanden hebben opgelopen, jongeren die hebben geleden onder gebrek aan sociale contacten, ouderen waarbij eenzaamheid is toegenomen, mensen waarvoor de reguliere medische zorg is stopgezet, culturele organisaties die het hoofd niet boven water kunnen houden, etc. Welke schade langdurig is en welke we tamelijk snel te boven kunnen komen, is ook nog niet geheel helder. Zal ons leven in de komende jaren weer zo worden als voor 2020? Of zullen we ons gedrag aanpassen? Vaker online kopen, zoals we nu meer dan ooit hebben leren doen. Vaker eten laten bezorgen in plaats van uit eten gaan. Veel meer thuis gaan werken. Welke impact zal dat hebben op de binnensteden en dus ook op de onze? Op de behoefte aan kantoren, aan openbaar vervoer, aan wegen? We zullen in ieder geval nog wel enkele jaren nodig hebben om de zaken weer op orde te krijgen. En dan staan we nog een keer voor de opgave met z'n allen de rekening te betalen voor alle uitgaven die we nu op de pof hebben gedaan. Maar één ding durf ik wel te voorspellen. Onze behoefte aan sociaal contact zal niet verdwijnen. Sterker nog, we hunkeren ernaar. Wellicht zien we over enige tijd zelfs een hedendaagse variant van de Roaring Twenties, zoals de Amerikaanse arts-socioloog Nicholas Christakis voorspelt. Dat is eigenlijk wel een leuk vooruitzicht. Als we maar zorgen dat iedereen dan mee kan doen. Ik hoop ook dat de aandacht die de afgelopen jaren is gegroeid voor de milieuvraagstukken niet zal verslappen. En dat we niet als gevolg van de economische problemen andere prioriteiten gaan stellen. De klimaatverandering is immers op termijn zelfs een grotere bedreiging van het leven op aarde dan de pandemie waar we nu in zitten. Onze levenswijze zal gaan veranderen. We gaan minder en ander energie gebruiken. We gaan van het gas af. We gaan meer met de fiets en het openbaar vervoer en minder met de auto. We willen dat de biodiversiteit niet verder afneemt in stad en regio. Dat zijn we aan onze stand verplicht als een van de 10 Europese biodiversities.
met het Nationaal Centrum voor Biodiversiteit Naturalis binnen de stadsgrenzen. We moeten anders omgaan met de materialen die we gebruiken, met ons afval. Plastic in de zeeën, in de rivieren, in de natuur, in de nesten van vogels, in de magen van dieren en zelfs microplastics in de placenta van ongeboren baby's. Beter kan de urgentie niet worden aangetoond. Het Leidse College van BNW en de Leidse gemeenteraad hebben grote ambities op dit terrein. Maar heeft ook u nodig om van Leiden een duurzame stad te maken. Laten we de eendrachtige aanpak die we bij de coronacrisis hebben getoond ook laten zien bij de aanpak van de milieuvraagstukken. Dat is hard nodig. Ik besef natuurlijk goed dat dit alles op dit moment niet direct helemaal datgene is waar u mee bezig bent. Dat het wellicht moeilijk is om u op te laden voor het nieuwe jaar. We hebben nu andere zorgen. De tegenstellingen in de samenleving nemen toe. We signaleren kortere lontjes. En we zijn er allemaal wel klaar mee. Maar ik wil tegen u zeggen, houd vol. Er is licht aan het einde van de tunnel. Leiden blijft bovendien een sociale stad waarin we elkaar niet laten vallen. Daar ben ik blij mee en daar ben ik trots op. En daarom ook blijf ik heel graag nog een aantal jaren uw burgemeester. En dank ik de gemeenteraad voor het vertrouwen in mij. Ik wens u allen nogmaals een beter 2021. Ja, dat was het Leids volkslied. Misschien heeft u thuis allemaal uit volle borst meegezongen. Het was een aardig tempo, hè, Henri? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Die Staten-Generaal hebben dat erin gebracht door het klassieke Leidse volkslied, wat we wat meer gedragen zingen normaal, in een uptempo neer te zetten. Ja. En dat vindt iedereen eigenlijk hartstikke leuk. Dat wordt langzamerhand onze favoriet. Klonk goed. We hebben ook Pim van Vliet bij ons, gemeentesecretaris. Goed dat je er bent. Welkom. Ja, leuk. Henri, heel even. Ja, het was een goede speech. Geweldig verhaal.
Eén klein detail, want je zei dat er 150 mensen online hadden geluisterd naar de, of aanwezig waren geweest bij... Oh jee, dat waren 150.000. 150.000, ja. Hè? Dan zei ik 150. Je zei 150, het is wat. Bij de opening van de Pinkpop. En het schijnt, ik hoorde in mijn oortje, dat er nu op dit moment 3 miljoen mensen met ons meekijken. In andere steden vinden ze deze nieuwjaarsreceptie het allerleukst. Ja. Dus ook Rotterdam en Gouden kijken allemaal naar ons. Wij gaan zo direct verder praten. Ik ga u heel even iets uitleggen over wat er nu gaat gebeuren. Er zijn maar namelijk 6 keuzes te maken. U krijgt zo direct een keuzescherm te zien met 6 mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld hier weer bij aansluiten en kijken wat hier allemaal gaat gebeuren. Maar er zijn nog 6 andere kamers waar het een en ander gebeurt en waar u een beetje rond kunt scharrelen. Die evenementen die zijn vernoemd naar legendarische televisie- en radioprogramma's, maar dan een beetje op z'n lijst, zeg maar. Dus er is bijvoorbeeld Leiden Inside, kunt u naartoe. Praat de wethouder met andere gasten over wat Leiden voor plan is met de sport. Topsport, maar ook buurtcoaches en gezond en bewegen. De burgemeester sprak er al over, gezondheid. We hebben The Voice of Leiden, met geweldige optredens van Barry Badpak en Armin van Buren en de stadsdichter. En kunt u ook naartoe. Leiden Vroege Vogels, hoe kan het ook anders? Over natuur en groen en duurzaamheid. En ook, hoe gaan we om met dat afval? Leiden is vorig jaar al overgestapt op Eco-bekers tijdens 3 oktober. Nee, 2 jaar geleden alweer, moet ik zeggen, in 2019. Nou, was een geweldig initiatief. U kunt naar Leiden Politiek Café met verschillende raadsleden en podium leiden over culturele initiatieven in tijden van corona. Maar, ik zei al, u kunt dus ook hier blijven. En tussen al die kamers kunt u ook een beetje rondflaneren. Dus als u ergens gesnuffeld hebt en u denkt, nou, ik weet het eigenlijk wel, dan gaat u naar rechtsboven in de bovenhoek van uw scherm en daar is de wisselknop, drukt u op, komt u weer bij het beginscherm en kiest u voor een van die andere kamers. Nou, zoek het maar uit. Het is verschrikkelijk leuk om te doen. Uiteindelijk, na een half uur, komt u vanzelf weer hier terecht, want dan hebben we nog met z'n allen een geweldig slotakkoord. Dus ik wens u heel veel plezier. Pim van Vliet, je zei, ik zou het wel weten. Wat zou jij gaan doen als je nou achter die knoppen zou zitten? Nou, het klinkt allemaal wel heel erg leuk. Dus ja, ik zou toch een beetje van alles gaan proberen. Ja. Een beetje van hot naar her. Ja, dat is leuk. Je bent gemeentesecretaris, algemeen directeur van de gemeente Leiden. Klopt. Ik denk dat gemeentesecretaris de meeste mensen... We zijn niet live. Oh, dit is keuzemoment. Sorry. Nou, we waren al begonnen. Doen we het schrik nog een keer. Doe het zo nog een keer. Ja. Pim van Vliet, gemeentesecretaris, ook bij ons. Je zegt, ja, ik zou het wel weten. Nou, zeker. Er waren wel heel veel leuke opties. Dus ik zou inderdaad verschillende even gaan bekijken, denk ik. Ja, overal even een beetje snuffelen. Ja. Maar goed, wij blijven hier. Wij kunnen die andere sessies niet zien. Wij zijn hier aan deze tafel. Gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Leiden. Ik denk dat de meeste mensen gemeentesecretaris... Oh ja, kunnen ze wel een beetje plaatsen. Niet wetende dat dat ook algemeen directeur van de gemeente heet. Ja, klopt. Betekent dat dan dat jij eigenlijk alles doet waarvan mensen denken dat Henri het doet? Ah, nou, dat zou maar zo kunnen. Dat zou maar zo kunnen. Nee, ik ben eigenlijk, om het heel simpel te zeggen, de eindbaas van alle ambtenaren. Ja. En dan is er dus een heleboel te regelen geweest afgelopen jaar, kun je je voorstellen. We dachten in januari hebben we net het stadskantoor betrokken met een open sfeer, een plek van ontmoeting. Nou, en ik herinner me nog dat Henri me op een gegeven moment belde en zei, hou er maar rekening mee, de boel moet op slot. Ja. Nou, toen stond ons aardig wat te doen met een heleboel mensen die thuis moesten gaan werken. Sommige mensen natuurlijk ook niet, hè. Ik bedoel, het vuilnis moet gewoon opgehaald worden, de stad gereinigd, de handhavers en de balies bleven open. Maar de rest ging allemaal ineens naar huis. En soms ook met kleine kinderen thuis en anderen die zorg behoefden. Ja. Dus dat was een omslag, ja. Want je zegt heel veel extra regelen. Terwijl heel veel mensen zullen misschien denken, ja, de boel zit dicht, grote delen van het jaar. Je hoeft bijna niks meer te regelen. Iedereen zit thuis en doet zijn laptop open en verder loopt er heel veel niet. Nou, er gaat juist heel veel door. Eigenlijk is het overgrote deel van wat de gemeente doet, gaat gewoon door. De ambtenaren die normaal op het stadskantoor of
wanneer het stadhuis weer open is, op het stadhuis achter hun pc zitten, die met elkaar vergaderen. Die doen dat allemaal vanuit huis op dit moment. Maar bijna alle onderwerpen lopen gewoon door. Er zijn maar heel weinig dingen die echt helemaal stil liggen. Ja. Eigenlijk bijna niet. Pim, hoe gaat het eigenlijk met de verbouwing van het stadhuis? Goed, zeker. Nou ja, dat past in het Henri net zegt. Een heleboel gaat gewoon door. En ook de aannemers die weliswaar rekening houden met alle maatregelen, die gaan gewoon door. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ja. En wat zijn de dingen waar je nu naar uitkijkt? Nou, daar kijk ik wel naar uit. Maar wat ik daarmee dus eigenlijk zeg, dat we weer open gaan. Dat we weer de plekken van ontmoeting hebben voor de stad. En dat is nog even wachten. Want dat gaat pas aan het einde van 2021 het geval zijn. Ja. Maar wel iets waar we heel erg naar uitkijken. Ja, maar sowieso kijken we echt allemaal uit naar dat moment dat je weer nabijheid hebt en het weer een beetje normaal wordt. En gaat iedereen dan weer terug naar het stadhuis? Of blijven er ook nog andere locaties? Zoals we natuurlijk vroeger het stadsbouwhuis. Blijft dat nog? Of zo'n soort locatie nog bestaan? Nee, we gaan echt terug in een aantal panden. Dus we gaan het Stationsplein 107. Dat is ook wel echt een bekend pand van de gemeente. Dat gaan we afstoten. Dus we houden het stadskantoor en het stadhuis. En natuurlijk de werven van het beheer van de openbare ruimte. Maar we gaan nog een pand afstoten. En ik denk ook dat voor heel veel beroepsgroepen is dat het geval. Dat we het ook veel normaler vinden om vanuit huis of een andere plek te werken. Maar dus er komen dus ook weer een hoop plekken terug waar we met de stad kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ontmoeten. Ja. En dat binnenplein, hoe gaat dat nou worden? Want ik weet nog wel, toen jaren geleden kwam er een dak op. Toen moest het dicht, glas. Nou, dat was me wat architect. Nou, fantastisch, high-tech. Goh, dan kon je dat binnen ook gebruiken. Nu gaat het eraf. Ja, het gaat er weer af. Viel het niet? Of, nou, het niet meer? Met respect naar alles wat voor me is gebeurd. Hè. Ik ben 2 jaar nu gemeentesecretaris. Maar naar de inzichten van nu, daar ga ik helemaal niet over. Dat zijn anderen die dat gekozen hebben. Dat is uiteindelijk een dak, is een politieke beslissing. Dat is toch wel het geval. Is daar flink over gedebatteerd? Nee, valt eigenlijk wel mee. Ik moet zeggen, iedereen is ook wel heel enthousiast dat we weer gewoon een binnentuin maken. Je moet er wel de goede plantjes neerzetten, want er komt niet zo heel veel zonlicht. Maar het wordt weer gewoon een tuin en dat is eigenlijk wel goed. We proberen het stadhuis zoveel mogelijk weer in de oude stijl en staat terug te brengen. Ja. En iedereen is trots op dat stadhuis, dus daar is iedereen ook wel voor. Nou zegt Pim, alles gaat door. En dat snappen we ook wel natuurlijk. Alles moet nog geregeld worden en de vuilnismannen en alles wat er achter de schermen en uitkeren, noem maar op. Maar jij bent natuurlijk een man, de burgervader, de man van het volk. Jij mag je natuurlijk graag, je mag graag verkeren tussen waar er iets gebeurt. Dan ben jij te zien en handen schuddend en noem maar op. Dat gebeurt nu allemaal niet, toch? Nee, dat is ook nog wel leuk voor een burgemeester. Dat is ook hartstikke moeilijk. En het was ook een verschrikkelijk druk jaar. Want er werd heel veel extra vergaderd over de coronamaatregelen. Over de maatregelen die we moesten treffen om het beter draaglijk te maken voor groepen. Dus er is echt heel veel extra werk verzet de afgelopen periode. Dus dat kostte veel tijd. En dat gebeurde ook op de meest waanzinnige tijdstippen. Je was tot zaterdagavond laat bezig. Maar tegelijkertijd merk je dat het contact met de burgers gewoon minder werd. Daar moest je echt je best voor doen. We hebben nog wel bijeenkomsten gehad en waar we mensen fysiek troffen. En ik ben ook wel langs allerlei organisaties nog geweest. Maar niet zoveel als normaal kan. En dat vind ik zelf jammer en ik hoop dat daar snel een eind aan komt. Ja, want de dingen achter de schermen wel, maar inderdaad, zoals naar een 100-jarige die jarige, daar zal je misschien nog steeds wel naartoe gaan, mondmaskers, afstand, dat soort dingen? Nee, dat heb ik eigenlijk niet meer gedaan. We bellen ze op, dus dat proberen we op die manier te doen. Ik heb er nog één bezocht, net toen de cijfers heel erg gunstig waren, zo aan het eind van de zomer, maar daar hebben we het bij gelaten. Dus wij hopen dat we volgend jaar, als iedereen nog in goede gezondheid is, dat weer kunnen inhalen. Ja, dat over de ouderen. De jongeren, want daar horen we natuurlijk ook wel veel over in het nieuws. Hè. Dat zijn, die zitten in een tijd van hun leven dat ze heel veel dingen misschien voor het eerst, misschien nog maar voor 1 keer meemaken. Eindexamenfeestjes, met z'n allen in een sporthal zitten, eindexamen doen, zweten. Ja, ga je niet volgend jaar opnieuw doen. Studentenverenigingen, ergens lid worden. Van die eenmalige dingen en ook jongeren. Ja, hoe proberen jullie jongeren een hart onder de riem te steken, iets te bieden? Ja,
Nou ja, we zijn natuurlijk een studentenstad. En overigens, ik heb zelf ook twee van die pubers op de bank. Dus ik zie het van nabij hoe, ja. Hoe dat is. En wat heel leuk is, zeker toen we eventjes een beetje uit die hitte waren... toen kwamen natuurlijk de inauguraties en de studentenbijeenkomsten. Het nieuwe student in de stad. Nou, daar hebben jullie samen met wethouder Dirksen echt wel je stinkende best gedaan... om daar nog dingen voor te organiseren. Ja. En na de zomer zijn we met studenten en andere jongeren gaan bouwen aan de Leidse Burcht. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Het is wel digitaal. Ik weet dat we een burcht hebben, maar dit is iets anders. We hebben echt een heel mooi digitaal platform op weten te bouwen. En overigens, die, als we weer fysiek elkaar kunnen ontmoeten, ook in fysieke vorm verder kan. Maar dat vind ik ook wel een hele leuke prestatie. Juist ook omdat we dat met jongeren zelf gedaan hebben. Dus zij hebben bedacht, wat ga je daar dan doen? Hoe ga je dat dan doen? En dat vond ik, als je toch ook wat leuke dingen wil noemen... vond ik dat wel een ontzettend leuke samenwerking. Maar het kan allemaal niet goed maken, wat jij ook net beschrijft. Henri, en jij bent natuurlijk een man, de burgervader... de burgemeester van alle Leidenaren. Dus ook Leidenaren die hier heel veel moeite mee hebben... met de inperking van hun vrijheden. En die vaccinatie die eraan komt. En die boos zijn en die in opstand willen komen. En met een vlag op het Stadhuisplein willen gaan staan. Van stop en neem onze vrijheid niet af. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet eens zo heel veel mee geconfronteerd ben. Ik had verwacht dat dat meer zou zijn. Dat valt mee. Ik zou eigenlijk zeggen, zeker als er ook nog zijn die nu vanavond kijken... Ja. Ik zou zeggen, stuur mij een mailtje. Dan gaan we zodra het weer kan even een kop koffie drinken met elkaar. Want dat is wel belangrijk om daar goed over te praten. Ja, maar dat zijn meer mensen die zorgen natuurlijk hebben. Ik weet niet of jij daar ook mee te maken hebt. Nou, je ziet wel dat je gaandeweg harder moet werken voor het begrip. En nog meer van ons gevraagd wordt ook om het uit te leggen. En soms is dat ook verrekte ingewikkeld. En volgens mij is de kunst dan ook om dat af en toe te benoemen. Ik weet ook niet helemaal waar het schip gaat stranden. Maar dat je op die manier probeert toch de moed en de lol er een beetje van te blijven inzien. Ja. Soms moet je ook realiseren dat niet alle maatregelen altijd even logisch zijn. Op het moment dat je vrijheden inperkt, kun je soms ervoor kiezen om dit te doen of dat te doen. En dan is het niet per definitie zo dat het volstrekt logisch is dat je dit doet. Maar als je dit doet, hoef je dat niet te doen. Als je dat doet, hoef je dit niet te doen. Maar je kunt het niet helemaal verklaren altijd. En dat moeten we niet denken, dat al die maatregelen ook altijd een soort wiskundige reeks vormen. Die zeggen, als dit gebeurt, dan doe je dat. Zo zit het eigenlijk niet in elkaar. Je hebt in die periode steeds willen proberen zoveel mogelijk contacten tegen te gaan. En daar zijn de maatregelen op gericht. Ja. Terwijl de burger natuurlijk toch ook antwoorden verwacht, hè, van de overheid. Zeker. Niet alleen van de landelijke overheid, maar ook van de gemeente. Zeker. Ja, van, hoe gaan we dit nou aanpakken? Wanneer houdt het nou eindelijk op? Wanneer zie ik weer licht aan het eind van de tunnel? Ja. Ja, dat is ook voor ons af en toe heel ingewikkeld. En ook, er waren momenten dat wij net een paar uur van tevoren hoorden wat de nieuwe maatregelen waren. En nou ja, een uur nadat ze waren afgekondigd, komen de eerste vragen binnen. Ja. En ik heb echt ook zo'n bewondering voor de mensen van ons die toch wel in die frontlinie zitten. Aan de balie, aan de telefoon, op straat. Die echt een hele goede balans hebben moeten houden in respect voor de zorg van mensen. En om de boosheid soms ook. Maar toch ook zeggen, ja, dit is wat ik je kan vertellen. Ja. En hopelijk kan ik je morgen meer vertellen. Ja, ja. Dat is al 10 maanden gaande. En dat is, soms is het ook heel begrijpelijk. Hè? Als je ziet dat sommige marktkooplieden al heel lang niet mochten staan. Dat horecaondernemers hun zaak nu gesloten hebben. Dat mensen die al jarenlang aan hun eigen droom, hun eigen bedrijf hebben gewerkt, nu dat in gevaar zien komen. Ik snap heel goed dat die met enorme pijn in de buik iedere avond naar bed gaan. Ja. Nee. En ik kan er alleen op dit moment niet zo heel veel aan doen. Maar ik vind wel dat we goed naar ze moeten luisteren en moeten kijken op welke manier we ze kunnen helpen. Ja. En zijn er nog hoogtepunten te benoemen van afgelopen jaar?
Nou, wat ik in ieder geval het hoogtepunt vond voor mij, was dat er zoveel Leidenaren waren die anderen wilden helpen. Ja. Het aantal aanbiedingen om ouderen te helpen die alleen waren, met boodschappen doen, met een ommetje maken of gewoon maar om een praatje te maken. Ik vond het echt hartverwarmend. En dat gold voor allerlei organisaties. Iedereen sprong in de bres voor degene die hulp nodig had. Ja. En dat is wel heel fijn om te zien. En Pim, jouw hoogtepunt? Was misschien de vlag op het dak tijdens de renovatie? Of de... Ja, die komen gaat. Nee, die er nu is. Heeft de vlag al in top gestaan of niet? Nee, ik bedoel, je hebt toch pannen bier als de... Dat is alleen bij een bouw, maar niet, ja, niet bij een renovatie, nee. Maar de beelden overigens van hoe het wordt zijn wel echt om blij van te worden. Nee, waar ik gewoon, en dit is een beetje misschien een ambtenarenantwoord, ik zeg het eerlijk, maar waar ik wel echt blij van word, is dat we tegelijkertijd ook echt samen met de stad nieuwe vormen hebben gevonden. Op het vlak van sport, met ondernemers, nou ik noemde net al met studenten. Ja, en dat wil ik eigenlijk gewoon niet meer kwijt. Ja. Ja. Dus, nog even een detail over die renovatie. Ik liep van de week op de Breestraat. En die gevel die wordt fantastisch mooi, hè? En dan zijn er allemaal van die puntjes. En er zit een gouden puntje op. Toch? Nou, ja, ik ga je niet vragen. Nee. En dan heb je allemaal symbooltjes daarop. Waaronder die halve maantjes. En pas geleden vroeg mij ook weer, waar staat dat nou voor? Die halve maantjes? Die halve maantjes. Die zijn een verwijzing naar Turkije. Ja. In de tijd van de 80-jarige oorlog. De Geuzen die gebruikten eigenlijk als leus liever Turks dan Paaps. Dus zij hadden nog liever onder de Turken geleefd dan onder de katholieke overheersers. Ja. En dat symboliseerden ze met dat halve maantje. Je ziet het ook op de Geuzenpenning terug. En het stadhuis laat het zien dat die gevel een verwijzing is naar de strijd die toen die gevel gebouwd werd, nog gevoerd werd tegen de Spanjaarden. Ja, liever Turks dan Paaps. Liever Turks dan Paaps. Nou, mooi detail. Goed, dat even voor dit moment. Pim, we nemen heel even van jou afscheid. We zien je later weer terug. We moeten even een beetje changeren en RIVM technisch van elkaar afblijven. Tot zo, Pim, dankjewel. Henri, mag ik jou dan vragen om aan deze kant te komen? Want wij gaan even praten met het scherm. Nou ja, niet met het scherm, maar met een gast die wij ontvangen. En dat is, kijk, daar is ze al. Dat is Lia de Jong, voorzitter van de Raad van Bestuur van Topaz. Lia, goedenavond. Waar staat Topaz voor? Topaz is een ouderenzorgorganisatie en wij leveren zorg aan mensen met een huisdoel. Die inclusieve zorg. En wij hebben een motto en dat motto is het hele leven telt. En wij vinden dat het leven ook veel te mooi is om af. En hoeveel mensen hebben jullie in jullie instellingen? Hoeveel mensen verblijven daar? Wij hebben in Leiden hebben wij 5 huizen. Dat is Haagwijk, Lakenhof, Overijn, Zuidwijk en een gezamenlijke regionale opvang. En in totaal wonen daar 400 mensen, ruim 400 mensen in verpleeghuiszorg. Ja, Lia, wacht heel even. Ik vraag even aan de techniek. Horen mensen het thuis net zo slecht als wij hier of is dat alleen hier? Ja, dat is thuis ook. Nou, we proberen het nog heel even. En anders moeten we even een andere oplossing vinden, want dat kunnen we niet helemaal volgen. Lia, hoe hebben jullie oud en nieuw gevierd in de huizen? Nou ja, eigenlijk net zoals je dat thuis ook doet, hè? Dus oliebollen en een soort van. Nee, we moeten het technisch. We onderbreken het even, want we krijgen het even niet rond. Ik maakte net een grap over hoe mensen thuis zaten te zoomen en elkaar zaten uit te schelden van ik hoor je niet en je camera staat uit. Maar we hebben nu even een technisch probleem. Dus Lia, misschien spreken we je straks nog even. Kijk even naar de techniek. Hebben wij Bart al, Bart van Zijl Langhout al hangen? Ja, Dick. En natuurlijk voor iedereen thuis. U kunt natuurlijk altijd, als u denkt, nou, dat technische geklooi, daar heb ik geen zin in. Gaat u naar het hoofdscherm en dan kiest u even voor Leiden Insight bijvoorbeeld over de topsport. Of een concertje of een toespraak van Armin van Buuren. Nou, u moet maar even kijken. Bart, ik zie Bart van Zijl Langhout. Hoort u mij ook? Jazeker, ik kan jullie heel duidelijk horen. Ja, deze verbinding is heel goed. Vice President Strategic Alliances van Janssen, farmaceutisch bedrijf Janssen. Wat doet u precies daar bij Janssen?
Ik ben verantwoordelijk voor wat we de Campus Janssen in Nederland noemen. We hebben in Nederland een aantal grote Janssen-vestigingen. En ik probeer de samenwerking tussen die vestigingen te versterken. En daarnaast ook echt de verbinding tussen Janssen en de omgeving om ons heen. De overheid, universiteiten, ziekenhuizen. Echt aan te zwengelen. Ja, er werken natuurlijk verschrikkelijk veel mensen tegelijk en ook heel veel partners aan die vaccins. Daar horen we natuurlijk al heel erg lang over. Ik herinner me heel vroeg in dit jaar was Janssen een van de eerste die zo in het nieuws was. Hè? We zagen bij de talkshows en zagen we mensen van Janssen van nou, dat vaccin komt eraan en Leiden wint. En nu gaan wij gevaccineerd worden met Pfizer en Moderna en noem ze allemaal op, Oxford. En hoe staat het met Janssen vaccin? Ja, we zijn druk bezig. En misschien even reageren op Leidenwind. Ik denk, het is geen race tussen de verschillende vaccinfabrikanten onder elkaar. Ik denk dat we met name allemaal de strijd aangebonden hebben met het virus. Dus wij zijn echt ook verschrikkelijk blij dat er nu al een vaccin beschikbaar is in Nederland om vaccinatie deze week mee te gaan beginnen. Wat betreft ons eigen vaccin, we zijn op dit moment in de laatste fase van het klinisch onderzoek. Dat heet fase 3. En in dat onderzoek proberen we effectiviteit en veiligheid van ons vaccin aan te tonen. En wanneer we die resultaten hebben, en dat hopen we deze maand te hebben, dan kunnen we een dossier indienen bij het Europees Medicijnenagentschap. En nadat ze dan toestemming gegeven hebben om het op de markt te brengen, kunnen we het ter beschikking stellen van de hele wereld eigenlijk. Want we ontwikkelen echt een vaccin voor de hele wereld. En we hopen dat dat in het tweede kwartaal van dit jaar zal zijn. Oké, Bart van Zijl-Langhout zegt het is geen wedstrijd, burgemeester. Is het voor de... Nee, voor Leiden zelf ook niet? Denken jullie in het gemeentehuis ook niet van... Nou, het zou wel mooi zijn als we een beetje voorop lopen. Ik denk dat ons chauvinisme wel een beetje gekieteld wordt... dat een van de belangrijkste vaccins toch hier ontwikkeld wordt. En als ik het wel heb, wordt dit vaccin... wordt het ook mogelijk om deze... te bewaren bij veel normalere temperaturen dan de vaccins die nu worden gebruikt. Ja. Waar je min 70 graden voor moet hebben. En dat is heel erg lastig in de distributie. Ja. Omdat je hele grote goede diepvriezers moet hebben. Ja, ik hoor het chauvinisme in je stem van dat Pfizer-vaccin is eigenlijk min 70. Want dat is toch geen doen? Geef mij dit vaccin maar. Ja. Zijn er, want het is natuurlijk al getest op proefpersonen. Nee, ik zal het geen proefkonijnen noemen, proefpersonen. Zijn daar ook Leidenaren bij betrokken? Ja, zeer waarschijnlijk wel. Want waar we heel erg trots op zijn, is dat we in ons fase 2 onderzoek... en dat is eigenlijk een vrij vroeg fase van onderzoek... waarbij we kijken naar veiligheid en waarbij we kijken naar verdraagbaarheid... en ook naar de immuunreactie die het vaccin oproept... hebben we samengewerkt, of werken we eigenlijk nog samen... want dat onderzoek loopt nog steeds... met het LUMC, met het Universitair Medisch Centrum in Leiden... en ook met het Center for Human Drug Research, ook in het Leiden Bioscience Park. En ja, de kans dat daar Leidenaren bij betrokken zijn, is heel erg groot. Ja, en hoe is het vergaan? Want we horen heel af en toe iets over een reactie... of wat er altijd in de bijsluiters zijn... een tegenreactie of een allergische reactie... of hoe gaat het dan met jullie... Wat zijn jullie ervaringen? Ja, we zijn nog steeds bezig met het klinisch onderzoek. Dus een overal beeld kunnen we op dit moment nog niet geven. We hebben één moment gehad waarbij er een bijwerking gerapporteerd werd. Waarbij we even een hele korte tijd het onderzoek hebben moeten stilleggen. Maar dat is eigenlijk een standaardprocedure. Dat als er iets gebeurt wat onverwacht is, dat je even goed kijkt. Hè, wat is daar aan de hand? En daarna hebben we het onderzoek weer eigenlijk verder voortgezet. En dat is iets wat ik toch wel heel erg wil benadrukken. Want ik hoorde net ook al de burgemeester ook praten over het belang van vaccineren. En dat er toch ook altijd mensen zijn die daar misschien wat zorgen rond hebben. Ik wil toch graag benadrukken dat we geen enkele concessie doen aan de kwaliteit van het onderzoek dat we doen. Het gaat misschien wel veel sneller dan normaal. Maar nog steeds aan het eind denk ik dat we een heel gedegen beeld hebben van de veiligheid en effectiviteit van het vaccin. Dat dan nog getoetst wordt door het Europees Medicijnenagentschap. Ja, toch vragen veel mensen zich af, hoe kan het nou zo snel? We horen altijd over het ontwikkelen van medicijn. Nou, 12 jaar, 15 jaar, nou, dan komt het nog eens een keer. En dit is gewoon met een jaar is zo'n vaccin ontwikkeld. Ja, dat zijn eigenlijk verschillende zaken die daar denk ik een rol bij spelen. Een van de zaken is dat heel veel zaken die bij een normale ontwikkeling van een vaccin of een geneesmiddel achter elkaar gebeuren. Dat hebben we op dit moment zoveel mogelijk tegelijkertijd
gedaan. Daarnaast hebben we ook al bijvoorbeeld de productie opgestart. Op een moment dat we eigenlijk nog helemaal niet weten of het vaccin veilig en effectief is. Want we zijn nu al op grote schaal aan het produceren. Terwijl we ook eigenlijk dat klinisch onderzoek nog aan het doen zijn. En daarnaast hebben we ook een hele goede samenwerking gehad met veel externe partijen, waaronder ook de overheid, om ervoor te zorgen dat bepaalde processen echt ook zo soepel mogelijk konden lopen. En dat opzicht, wij hebben natuurlijk onze belangrijkste vestiging in Leiden. En dan is de gemeente Leiden toch een ongelooflijk belangrijke partner ook in dit opzicht bij ons geweest. We hebben een heel gebouw zijn we eigenlijk aan het bouwen. En daar moesten natuurlijk ook alle vergunningsprocedures voor doorlopen. Dat hebben we ook gedaan. Maar de gemeente heeft er wel voor gezorgd dat het allemaal zo efficiënt en zo snel mogelijk kon verlopen. En daar zijn we zeer dankbaar voor. En krijgt ik ben een middenstandszoon. Dus even een middenstandszoon. Krijgt de gemeente daar iets voor terug? Sorteren we dan voor op dat vaccin bijvoorbeeld? Ik zie de burgemeester al glunderen. Die denkt, 125.000... Wat de gemeente daarvoor terugkrijgt, dat stond eigenlijk in het rekenkamerrapport dat vorig jaar is uitgebracht. Alle economische activiteit die er natuurlijk is vanuit het Leiden Bioscience Park. We nemen op dit moment honderden mensen aan. Maar als het gaat om het ter beschikking komen van het vaccin, dan is dat iets wat in Nederland door de overheid wordt bepaald. En daar kunnen wij helaas geen invloed op uitoefenen. En het feit dat, wat Jans is, Amerikaans bedrijf, toch? Ja. Hebben de Amerikanen niet onze vaccins al ingepland? Nou, de Amerikanen hebben zeker ook dit vaccin ingepland. Maar dat heeft de Europese Unie ook gedaan. Want die heeft ook al vaccins ingekocht. Dat hebben eigenlijk heel veel landen wereldwijd gedaan. Dus wij ontwikkelen echt een vaccin voor wereldwijde toepassing. En dat zal in de Verenigde Staten gebruikt worden in de Europese Unie. Maar we hebben op dit moment ook al een hele grote toezegging gedaan aan wat COVAX heet. Om ook 500 miljoen doses ter beschikking te stellen van de lage inkomenslanden. Die ook recht hebben op een vaccin. En misschien ook belangrijk om te melden. Wij gaan in deze fase dat vaccin op een not-for-profit basis ter beschikking stellen. Dus we gaan hier geen winst op maken. Nee, want dat hoor je natuurlijk vaak over. Dat is natuurlijk een beetje de kritiek vaak van de burger op die farmaceutische bedrijven. Van ze verdienen maar en het is allemaal zo duur. En er gaan miljoenen en miljarden in om. Maar dit is dus een beetje zonder winstoogmerk. Ja, dit is in deze fase zeker zonder winstoogmerk. Maar ook even los van deze fase denk ik dat geneesmiddelen een ongelooflijk belangrijk onderdeel zijn van de gezondheidszorg. En als het gaat om prijsstelling, hoewel er wel heel vaak het gevoel bestaat dat geneesmiddelen heel erg duur zijn. Dat geneesmiddelen gemiddeld genomen, met name ook in Nederland, helemaal niet duur zijn. En eigenlijk een van de goedkoopste en meest efficiënte vormen van gezondheidszorg. Ja. Henri, ga jij binnenkort voor het oog van de camera's met zo'n ontbloot bovenarm ergens bij een prikstation laten zien dat je... Ben je de eerste geprikte? Nou, ik zal zeker niet de eerste zijn, want ik wacht gewoon op mijn beurt. Je moet niet voordringen als burgemeester. Maar dat neemt niet weg dat ik er ook niet bang voor ben. En dat wil ik ook wel laten weten. Dat heb ik net ook gezegd. Wat mij betreft mogen ze in mijn arm prikken. Ik zie het een beetje als een bevrijdende prik. Ja. En zo moeten we hem ook maar neerzetten, denk ik. Ja. Wat moet er nu nog gebeuren? Jullie zeiden dat fase 3, ja? Ja, dus wat moet gebeuren is dat we eigenlijk het onderzoek afronden. En hopelijk krijgen we resultaten, belangrijke resultaten deze maand. Dan gaan we het finale dossier indienen bij het Europees Medicijnagentschap. Die gaat daar hopelijk heel snel naar kijken en dan tot een oordeel komen. En dan hopen we dat we in het tweede kwartaal van dit jaar ons vaccin ter beschikking kunnen gaan stellen. Ja, en nog even de details. Moet die dus niet bij min 70, maar gewoon kamertemperatuur of... Ja, ik denk wat heel erg belangrijk is aan ons vaccin, is dat we hopen een vaccin te ontwikkelen dat maar eenmaal gegeven hoeft te worden. Dus niet tweemaal zoals bij... Ik denk dat het belangrijkste verschil gaat zijn als ons vaccin het bewijst dat het effectief en veilig is. En daarnaast kan het bij min 20 graden bewaard worden, maar ook gedurende een aantal maanden bij koelkast. Temperatuur. En dat maakt de logistiek wel wat makkelijker. Maar daar zijn heel duidelijke en uitgebreide ook protocollen hoe met het vaccin omgegaan moet worden. Goed, geweldig om te horen. Heel veel succes. Ga zo door. Bart van Zijl Langhout van Janssen Vaccins. Dank u wel. Blijft u hangen? Blijft u aan de lijn? We zijn zo direct terug voor een geweldig slotakkoord.
U bent natuurlijk nog steeds thuis. Hoort u ons nu? Bent u aan de telefoon? Ja, hebben we beter bereik? Ik denk het wel. Ja. Hoe zou u nou het jaar omschrijven? Ja, het is natuurlijk een bijna dramatisch jaar geweest. Zeker omdat we natuurlijk in de eerste instantie wil je beschermen. Dus we deden de huizen dicht. En we zagen dat corona toch wel een enorme sluipschutter was. En ja, dat maakt het heel erg lastig om de juiste dingen te doen. Dus we hadden steeds duivelse dilemma's waar we tussen moesten kiezen. En onze artsen zeiden wel eens van, was het maar plakkerige gele verf, dan konden we het zien. Ja. En wat we gedaan hebben is steeds kijken van, ja, hoe sluiten we nou zoveel mogelijk aan bij wat bewoners en familie willen? En hoe beschermen we ons eigen personeel ook zo goed mogelijk? Ja, dat hebben we natuurlijk behoorlijk gevolgd in het nieuws. Eerst geen beschermingsmiddelen, toen weer wel. En daar is natuurlijk een flinke discussie over. Toch even, wat is nou het leukste wat u is overkomen dit jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur? Nou, wat ik heel erg fijn vond, was dat wij met alle zorginstellingen in de regio een enorme verbondenheid hebben gecreëerd. Of het nou gaat om Marente, Libertas, Actisiet. We hebben steeds met elkaar, met 11 organisaties, zijn we aan de gang gegaan om heel creatief en proactief het juiste te doen voor de ouderen in de regio. En dat vind ik een enorme winst. Ja, ik heb nog een belangrijke persoonlijke vraag voor u. Wat is de populairste fietsroute? De populairste fietsroute? Ja, dat is een doordenker, hè? Ja. Nee, ik zeg het op, mijn moeder heeft in Topaz gezeten. Ik moest revalideren, was overhoop gereden op een zebrapad. En moest daar 2 maanden revalideren. En dan zat ze in zo'n soort stoel met trappers. En dan kreeg je een scherm voor je. En dan fiets je, weet u wat ik bedoel? Ja, en dan fiets je zo door een... Dan fiets je zo door een stad heen. En zij fietsen dan zo, ze komt uit Den Haag, dus ze wilde geloof ik door Den Haag fietsen. Heeft u daar wel eens op gezeten, op zo'n ding? Ik heb er zelf niet op gezeten, maar ik zie het onze revalidanten heel vaak doen. En het is een enorme stimulans als je in je eigen woonomgeving als fietsend er doorheen komt. Dus het is een hele mooie uitvinding. Ja, weet u hoe ze dat maken, die filmpjes? Heb je enig idee? Nou, ik ken de cameraman die dat maakt. Die zit dus in een scootmobiel. En er zit een camera op gemonteerd. En naast hem, dus een 2-persoon scootmobiel. Naast hem zit een, ja, het is een beetje Jut en Jul. Zit in een scootmobiel. En met een camera en een navigatie. En zo rijden ze dus door de stad. Moet in 1 keer dat hele... Zo doen ze dat in heel Europa, Toulouse, Berlijn. En dan maken ze zo'n hele route. En dan uiteindelijk kunnen de mensen dan fietsen door hun eigen stad. Nou goed, verschrikkelijk leuk om te... Je zou bijna voor je lol een keer op zo'n fiets gaan zitten. Vaccineren, ja, daar kijkt u natuurlijk wel naar uit. Ja, het zal inderdaad bevrijdend zijn als we zorgen dat we met elkaar een soort van bescherming en beschermende schil rondom onze ouderen kunnen vormen, maar ook voor ons eigen personeel, want die worden ook hard getroffen. Dus ik hoop ook dat de bereidheid om te laten vaccineren hoog zal zijn. Ja. Maar het zijn een beetje dagkoersen, want eerst zouden de verzorgingstehuizen en de zorginstellingen als eerste zijn. En toen toch weer niet, want die Pfizer ging met 1000 per stuk. En hoe is dat dan nu? Nou, wat ik begrijp is dat er een goede lobby is geweest vanuit de ziekenhuizen, die ik ook heel erg goed begrijp. Maar dat het geen verdringing is geweest van de verpleeg- en verzorgingshuizen. En dat betekent dat de uitnodigende brieven gewoon de deur uitgaan en dat mijn medewerkers, mijn collega's vanaf deze week gevaccineerd kunnen worden. Ja. Wat laat u nou het liefste achter u van dit jaar? De sluiting van de huizen en de eenzaamheid en het verdriet wat dat met zich mee heeft genomen. Ja. Ja. En jij, Henri? Wat... Nou ja, ik denk dat het ook zeker is. Al heb ik, moet ik zeggen, ook een aantal mensen ook die ik persoonlijk ken, die te maken hebben gehad met hele ernstige gevallen. Ook mensen die fitter waren dan ik, die het uiteindelijk niet gered hebben, die besmet zijn geraakt. Ja, en dat geeft toch wel een enorme weerslag op jezelf. Want dan denk je, potjandorie, als je fit bent, dan zou je het toch eigenlijk minder erg moeten hebben. En dan zie je dat het soms toch ook gebeurt. Maar vooral datgene wat met ouderen gebeurd is, ik heb het gehoord. Ik heb het gesproken. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik ook een van de bewoners van de Topazhuizen zelf heb gesproken. En die zei, eigenlijk ben ik blij dat ik hier ben.
Want hier wordt nog van alles voor mij georganiseerd. Ja. Stel nou dat ik gewoon thuis had gezeten. Dan was het nog veel erger geweest. En dat vond ik eigenlijk wel mooi gezegd. Ja. Het is natuurlijk zo dat veel wat er bij u gebeurt, zeg maar voor de gewone burger achter de schermen. Ja, wij komen nu natuurlijk, of belangrijke delen van het jaar kunnen wij niet in die verzorgingstehuizen komen. Je kunt bijna niet op bezoek. Dus voor een deel weet je ook helemaal niet wat daar gebeurt. Voelt u zich ook als bestuurder een beetje eenzaam? Nou, kijk, ik vind als bestuurder dat je voor moet leven waar je voor staat. Dus op het moment dat ik zeg dat al mijn collega's thuis moeten werken, moet ik ook thuis werken. En dat is lastig, omdat je dan inderdaad onvoldoende contact kunt hebben met de mensen waar het echt om gaat. Hè, die iedere dag in die frontlinie staan. Want ja, we zien iedere dag wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Maar hetzelfde gebeurt ook in de verpleeghuizen. Als ik zie hoe sommige van mijn collega's week in week uit met beschermende maatregelen moeten werken, dat is zo ongelooflijk zwaar. Zij zorgen vaak ook jaren voor mensen en die mensen onder je ogen en onder je handen zien doodgaan, is enorm zwaar. Dus daar heb ik ook heel veel respect voor. Dus van ja, dan telt mijn eenzaamheid niet zozeer, zeg maar, als wel dat ik mijn collega's goed kan ondersteunen. Ja, heeft u ook al genoeg van het zoomen? Ik krijg er af en toe wel vierkante oogjes van, ja. 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 En jij, Henri, moet jij dat veel doen? Ja. Ja, ook achter een scherm zitten? Eigenlijk heel veel. Te veel, vind ik zelf. Maar ik heb tenminste nog wel een paar ook fysieke vergaderingen. De vergaderingen van de voorzitters van de veiligheidsregio's. Ja. De burgemeester van Leiden is tevens voorzitter van de veiligheidsregio Hollands-Midden. En we hebben één keer in de week normaal gesproken een overleg met de collega-voorzitters. Die doen we nog fysiek. En ook het overleggen met de burgemeesters van de buurgemeenten, ja, zijn grotendeels fysiek. Ja. En dat betekent dat ik er nog zo af en toe uit mag. En dat voelt ook wel eens als een uitje. Nou, dat is toch ongelooflijk, hè? Dat we dat in het afgelopen jaar dat we dat voelen als een uitje. Dat je tenminste een keer naar een vergadering mag. Precies. Ja, absurd, ja, hè? Ja, dat is echt absurd, ja. Ja, ja. Mevrouw de Jonge, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Ja, we hadden het natuurlijk al over de vaccinatie. Zijn er nog andere dingen waar u naar uitkijkt in 2021? Ja, dat allemaal voorbij is natuurlijk, maar concreet? Nou, dat we de huizen weer open kunnen zetten, dat mensen kunnen genieten van de zomer en dat we elkaar gewoon weer eens kunnen knuffelen. Ja, nou, ik wens u een goed voorjaar, goede zomer. En hou moedig stand daar bij Topaz. Gaan we doen. Okay, Dier de Jong, voorzitter van de Raad van Bestuur van Topaz. Sorry voor de verbinding, maar goed, dat kennen we, hè, van dit jaar. De ene keer lukt het, de andere keer niet. En dan wil je bijna op je laptop uit het raam gaan. Ken je dat soort momenten wel, dat jullie tegen elkaar zitten te schreeuwen? Van... Nou, geschreeuwd heb ik niet. Nee? Ik heb op een gegeven moment nog wel even een investering in mijn wifi thuis moeten doen. Ja. Omdat ik op een gegeven moment te maken kreeg met 3 gelijktijdige gebruikers. En daar was het oude beetje niet op berekend. Maar nu doet hij het allemaal weer goed. Ik heb gewoon wel eens dat ik ook zit te vergaderen met het team van Vroege Vogels bijvoorbeeld. En dan zie ik, dan werkt bij mij het microfoontje niet of het cameraatje, weet ik veel. En dan zie ik er allemaal jonge mensen zitten, hè, de stagiaires. En we hebben een heel redelijk jong team. En denk ik, oh, het zal toch weer niet waar zijn dat nu bij de oudste sukkel dat het microfoontje zit. Dan wil ik het eigenlijk niet over mijn kant laten gaan. Maar ja, dan moet ik toch eerlijk zijn. Ik hoor het niet. En dan, nou, gedoe. De sessies lopen nog steeds. U kunt nog steeds overstappen. Als u nog heel even naar de cultuur wilt, bijvoorbeeld. Waar kijk je naar uit als je het over cultuur hebt? Als nou alles weer open gaat, wat is dan het eerste wat je gaat doen? Museum, nou, theater? Er zijn allerlei dingen waar ik eigenlijk wel graag naartoe wil. Ik heb enorm veel plezier ieder jaar met het Weihnachtsoratorium, wat in de Pieterskerk altijd wordt georganiseerd. Heb ik heel verdrietig gevonden dat dat niet doorging dit jaar. De bioscoop zou ik wel graag weer gewoon naartoe willen. Vind ik ook fijn om te doen. Ik vind Schouwburg fijn om naartoe te gaan. Ben je een Netflixer? Nou, heb je nog tips voor de mensen thuis? Die, ja, je moet nu wel, want je kunt niet zoveel andere dingen doen. Maar ik heb nog een goed boek gelezen de laatste tijd? Of ja, ik heb erg veel plezier beleefd aan het boek over de Bourgondiërs. Dat vond ik erg interessant. En nu ben ik een boek van Geert Mak aan het lezen over de reis die Steinbeck in het begin van de jaren 60 door Amerika heeft gemaakt. En dat is ook erg aangenaam om te lezen. Die Bourgondiërs had, geloof ik, de geschiedenisprijs gewonnen. Exact. Ja. Goed, wij moeten afronden. Kijk even naar de regie.
Ja, ja, wij gaan afronden, want wij krijgen de mensen uit de andere sessies weer terug. Dus blijf bij ons, dan gaan we naar het slotakkoord. We zijn weer terug in de studio. Pim, heb je vandaag ook al je medewerkers gezegd van jongens, kijken vanavond hè, naar die nieuwjaarsreceptie? Nou, dat hoef ik ze niet te vertellen. Nee, daar heb je een paar hele trouwe bezoekers. Okay. Ja, daar staan glazen champagne voor ons. Dus het is tijd om het glas te heffen. Vorig jaar stond je daar in de Pieterskerk. Ik geloof dat het bleef niet eens allemaal in je glas, zo stond je ermee te zwaaien. Maar het woord is aan jou, Henri. Ja, ik zou willen zeggen, Leidenaren. We zitten in een hele bijzondere situatie. Dat hoeven we elkaar niet iedere keer te vertellen, maar het is wel zo. Komend jaar gaat het er eigenlijk om. En komend jaar moeten we echt proberen om weer naar een normale situatie te komen. Ik ga ervan uit dat we daar met elkaar goed uitkomen. En daarop wil ik met jullie drinken. Op een normaal, goed, zelfs beter 2021. Daar drie is. Santé. Yes. Cheers. We hopen dat u thuis ook iets in de lucht steekt en een drankje meedoet. Kan ik nu nog aankondigen een speciaal lied dat voor dit jaar en voor dit moment geschreven is door Ludwig Smit van de Rock School Leiden en omstreken. Een mooi jaar heet dat lied. Gaan we naar luisteren. En daarna nog als klap op de vuurpijl een afsluiting van het slotakkoord van Rudo van Unity TV. Die op zijn geheel eigen wijze de Leidenaren ondervraagt naar de wensen en de hoop voor het nieuwe jaar. Zorg goed voor elkaar en voor de stad en maak er een heel mooi jaar van. Het was een moeilijk jaar, 2020, maar we moeten door in 21. Niet blijven hangen in het verleden, gewoon herpakken en dan doorgaan in het heden. Zoveel mooie dingen waar we voor strijden, gezondheid, familie, vrienden aan je zijde. Liefde is zoveel meer dan alleen maar ontvangen. Liefde is leven en leven is verlangen naar een toekomst, waar we er zijn voor elkaar, een toekomst. Waar we groeien met elkaar naar grote hoogte, weinig diepe dalen. Grote hoogte, ja we doen het samen. Het was wel even schrikken, het was wel even beven, maar we moeten door. Het wordt een heel mooi jaar, 2021, zo'n mooi jaar. Met nieuwe kansen, nieuwe plannen. We doen het met z'n allen, 071, we gaan het niet verknallen. Zoveel mooie zielen, 125k, en ieder kent er ieder, ook al is
is het via via. Stad van licht, stad van mededogen. Stad van luisteren, stad van dialogen. Niet te ver links, niet te ver rechts. Maar recht door het midden, daar is Leiden op zijn best. Leiden, ons stadje, Leiden, onze liefde. Je zit in ons hart, we gaan je niet bedriegen. Stad waar mensen voor vrijheid zijn gestorven. Stad waar de sterkere de zwakkere ontzorgen. Leiden, mijn schatje, Leiden, mijn liefde. Je zit in mijn hart. Het wordt een heel mooi jaar. 2021, zo'n mooi jaar. Met nieuwe kansen, nieuwe plannen, nieuwe visies, nieuwe doelen. Een mooi jaar. 2021. Door zoveel generaties ben je al bezongen, jouw schoonheid heeft dat zelf afgedwongen. Stad van de kerk, de moskee, de synagoge. En ieder voelt zich thuis. Dit is ons huis. Het wordt een heel mooi jaar. 2021, zo'n mooi jaar. Een mooi jaar. 2021. Met nieuwe kansen, nieuwe plannen, nieuwe visies, nieuwe doelen.